Ik heb gewerkt in Amsterdam. In de tijd dat er op de Zeedijk nog heel gevaarlijk was, op de Nieuwmarkt, de binnenstad. En in het verlengde daarvan mocht ik na een paar jaar op straat gewerkt te hebben, een inloophuis openen. Toen dat eenmaal draaide, was er ergens, wat bij een pionier altijd zo is, waren de kribbels om weer verder te gaan naar een andere stad, zoals dat ook in Nederland zo was. Hè. Dus ik begin een stapje van de trein. Dames en heren, ik zal als eerste naar de lokaal gaan en ons allemaal aanbeeld werken, dan kan de verrassing nog groter. Ja, dus die kijkt dan, die weet ook gelijk op dat. Als laatste, want ik heb je ook veel bij. Ga je gang, ga je gang, kom maar. Ja hoor, ik wil mijn verrassing even door achter. Ja, natuurlijk, burgemeester. Goedemorgen allemaal. Goedemorgen. Loop ik even door, want ik heb meer mensen die meer willen komen. Ja, burgemeester. Ja, ik was bijna aan het einde van mijn vertrouwen. Ik heb nog vragen. Ja. Hoe hebben ze het? We zijn begonnen als negen. Ja. Ja, hoor. Merkt ze, het gaat om leeftijdsgenoten. Dus iets ouder en dan zijn kinderen en jonge mensen altijd geïnteresseerd. Hè? Nou, dat is een innovatie, denk ik. Dat is een. Die de kinderen niet vaak zullen meemaken, maar u ook niet. Nee, ja, ik word er stil van. Nou, dat valt me wel mee op het idee. Ik heb al een keer gezegd: goedemorgen allemaal, maar ik wil dat graag nog een keer benadrukken. En met zoveel gasten, natuurlijk de kinderen, want daar gaat het hier nu ook om. Omdat u ze over heel belangrijke activiteiten informeert. En ik heb begrepen dat, ondanks het vroege tijdstip waarop u gestart bent. En dat al meer dan half uur volle aandacht is geweest en ik vind dat buitengewoon positief. Maar ook dat zoveel dus volwassenen nu mee kunnen luisteren en genieten van hetgene wat nu gaat gebeuren. Jullie weten allemaal dat we morgen nog een goed feest hebben, dat weet je ook wel. Niet? Ga je feest vieren of? Ja, een beetje. Nou, ik hoop dat het dan goed gaat met dat beetje. Maar ik wou nu, dames en heren, dat hebt u wel begrepen, meneer Van Hoof, ook wel Theo genoemd, en zijn vrouw Greta, maar ook alle anderen die speciaal ook tot uw familie, kennissenkring enzovoorts horen, maar ook de wethouders, gisteravond of vannacht moet ik zeggen, benoemd, sommigen voor een volgende periode, en meneer Buiten in het midden gezeten van die drie heren voor het eerst. Er vormen nu een nieuw college naar hier gekomen. Hartelijk gefeliciteerd. Kijk, dat is nog eens leuk om, denk ik, ook voor hen om dat te horen. Om even stil te staan bij een aantal wapenfeiten waar u volop centraal in staat. Het is sinds 1978, dames en heren, dan praat ik toch over een heel ruime periode, dat u oprichter was en werd en directeur. En voorzitter, dat klinkt allemaal duur en is het ook wel, maar het is allemaal blote handen. Ik
Dank u wel, meneer burgemeester. En mag ik Geert ook vragen om even naar voren te komen? Geert, ik heb al gezegd, je bent er ook volop bij betrokken. Maar ook anderszins ondersteuning voor alles wat Theo doet. Ik wil jou daar heel graag bij betrekken. Hartelijk gefeliciteerd ook hierbij deze graag. Dank je wel. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben er echt zo overdonderd. Maar u hoeft ook helemaal niet als u dat liever niet doet. Hè? Ja, ik ben heel erg dankbaar voor dit stuk erkenning van het werk wat we al jaren doen. Ook voor Greta, voor mijn vrouw. Ja. Begrijpt u wel? Ja. Dus ik ben er ontzettend blij mee. Nou. Niet om op een voetstuk geplaatst te worden op een of andere manier, want dat is helemaal mijn aard, mijn karakter niet. Nee. Maar wel voor het stukje erkenning, begrijp je? Dat doet me enorm goed. Nou, fijn dat het zo en fijn wel werkt. Graag. Gezet wordt, dan zijn er een paar mensen hier die het zeker net zo goed als ik verdienen om in het zonnetje gezet te worden, die heel stilletjes op de achtergrond zich jarenlang eigenlijk ingezet hebben voor de straatkinderen. En dat is onder andere mevrouw Toos Linzen. En ik denk dat we haar zeker een applausje mogen geven. Ja. Met een vasthoudendheid en dikwijls zonder dat mensen het merken, hè, is ze in de schuur en in de garage bezig met het inpakken en soms het nat wassen van kleding die binnenkomt. En hier en daar zelfs nog een knoop aan zetten, hè, en alles te pakken in bananendozen. En als de schuur vol zit, om het STOK in Hoogloopland te willen, als ze het komen ophalen en dat het dan met de vrachtwagen naar Constanza kan. Hè, want dat is een heel belangrijk moment. Kinderen die in de riolen leven, die worden heel erg vies. En die moeten gewoon regelmatig onder de douche om zich te wassen. Ja, en dan is het element als er geen schone kleding is. Wat dan? Voor een deel gaat de kleding naar de wasserij, boven in Casa de Sammy. En wordt gewassen en opnieuw gebruikt. Maar een groot deel van de kleding gaat meteen in de kliko. Want dat is zo vies, daar kunnen ze niks meer mee. Maar Toos zorgt dat er altijd voldoende kleding is.
En als het gaat om een stukje PR, dan denk ik dat we Ilse in het zonnetje moeten zetten. Hè? Ilse de Spijk uit Dommelen, die is zeker toch al 4 keer nu op en neer gegaan naar Constanza. Helpt daarmee een aantal weken of dagen. En ze is nu net afgestudeerd als maatschappelijk werkster. En maar Ilse heeft heel veel gedaan voor, ja, voor goede publiciteit in de regio. En dat heeft er absoluut toe bijgedragen dat Valkenswaard en ook Dommelen bedrijven, zowel als particulieren en scholen, zich achter ons geplaatst hebben in het werk onder de strandkinderen. Op de Ilse. En voor alle anderen, en ook Hans en Margriet, die hebben ook wat PR betreft mooie dingen gedaan. Ze zijn ook in Roemenië geweest, maar ook voor, in het bijzonder voor mijn familie. En voor mijn broers en zussen, voor ons Greetje. Want ik denk dat er eentje in het zonnetje gezet moet worden, dan is het wel mijn echtgenote. Ja, ik ben het daar zonnetje. Ja. Die door al die jaren heen naast me is blijven staan. Ik denk dat heel veel vrouwen al lang gillend van de weg. Maar ze is mijn persoonlijk naast me blijven staan. Door al die jaren heen. Hè? Want ik ben geen gemakkelijk maakje om mee getrouwd te zijn. Eerlijk is eerlijk. Hè? Altijd aan de zwerf. Altijd onderweg. Hè? Dus respect. Hè? Voor ons Greet. En misschien dat we van haar ook even...